routine mission in Mexico. We should have known better. Maybe you didn't get the message. This is my Mexico, amigos. Stay away. Ik sta hier op de eigenlijk best gezellig drukke stand van EA, op het businessgedeelte van EA, waar ik net een presentatie gehad heb van Army of Two. Sterker nog, ik heb Army of Two kunnen spelen. Eigenlijk is Army of Two nog steeds redelijk dezelfde game als je gewend bent van de vorige twee delen. Dus je hebt nog steeds dezelfde twee redelijk anonieme hoofdpersonen. Nog steeds met dezelfde maskers op. En het doel van het spel is nog steeds dat je in co-op, al schietend, je door de levels heen werkt. Yeah, that chopper's got some real firepower. De opzet is dus eigenlijk misschien wel precies hetzelfde. Toch zijn er wel wat belangrijke verschillen. Zo wordt deze game gemaakt met de Frostbite 2 engine. En die ken je natuurlijk allemaal van Battlefield 3. Dus wat grafisch gezien is het een stuk beter dan wat je gewend bent. Die Frostbite 2 engine die heeft natuurlijk ook wel wat voordelen. En die gaan de makers wel degelijk uitbuiten. Want een belangrijk onderdeel van deze Army of Two is dat de cover, wat zo'n belangrijke rol speelt in de game, dit keer volledig kapotgeschoten kan worden. De opzet is dus eigenlijk nog steeds wel redelijk hetzelfde. Je hebt nog steeds die twee personages. Ze hebben allebei twee wapens die ze het slagveld mee op kunnen nemen. Die kun je vooraf aan de missie kun je die kiezen uit een heel arsenaal dat je langzamerhand gedurende de game opbouwt. Je kunt dus wapens verzamelen, daar komt het eigenlijk op neer. Die ontsluit je gedurende de game. Die kun je ook upgraden gedurende de game. En voor elke missie begint, kies je daar twee uit. Voor de rest kun je tijdens de missie nog een derde wapen oppikken. En daar zul je het mee moeten doen. Dat derde wapen is leuk. Die kun je niet houden als de missie eenmaal klaar is. Je moet het dus doen iedere keer weer met de wapens die je hebt in je arsenaal. Daar zit nog steeds een vergelijkbaar systeem achter als bij de vorige game. Bij elke missie verdien je geld. Eigenlijk bij elke kill die je maakt zo'n beetje verdien je geld. En dat geld dat kun je tussen de missies door besteden aan het kopen van nieuwe wapens of aan upgrades voor bestaande wapens. Je verdient nog meer dan alleen maar geld. Je verdient in dit geval ook punten. Want er is een nieuw systeem in deze Army of Two en dat heet Overkill. En dat is eigenlijk toch wel een behoorlijke verandering ten opzichte van het verleden. Overkill is een beetje bijna een soort god mode bijna. Je verdient punten. Die verdien je vooral door tactische spelen. Dus dat is een beetje anders dan het geld dat je verdient. En die punten die sparen op tot een bepaald niveau. En op een gegeven moment dan heb je overkill en dat kun je inzetten. En dan ben je, je kunt veel meer schade aandoen. En eigenlijk ben je redelijk onoverwinnelijk gedurende die korte tijd. Het is maar een seconde of 10 dat je die overkill kunt gebruiken. Het leuke van overkill is dat je het allebei kunt gebruiken. Dus ik kan overkill inschakelen. Dat wil zeggen dat mijn partner op dat moment van mijn overkill gebruik kan maken. Dus je bent allebei extra krachtig en bijna onoverwinnelijk. Tegelijkertijd kan mijn partner nog steeds doorsparen voor overkillpunten en die op een ander moment ook inschakelen, waar ik dan opnieuw van profiteer. Het allermooiste is, als je het een beetje coördineert en je tegelijkertijd overkill inschakelt, dan wordt het helemaal mooi. Want dan heb je niet alleen die onoverwinnelijkheid en extra schade, je hebt ook nog een soort bullet time om het feest helemaal compleet te maken. Dus overkill, leuke, belangrijke nieuwe feature in de game. Dus Army of Two ziet er goed uit, want Frostbite 2 engine. En daarnaast leuke nieuwe dingen zoals dat overkill. Eigenlijk wordt het dus een verbeterde versie van wat we al hadden. En dat is eigenlijk wel welkom, want de vorige was niet heel erg best. Maar dat gaat nu wellicht anders worden.